Uh, ik ben wel even benieuwd hoe mijn publiek een beetje in elkaar zit. Staan. Dat is jammer. Uh, ik, ik was wel benieuwd wie het nou van de opdrachtgevende kant zijn en wie van de, uh, de, 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 de makerskant. Uh, willen de makers eens de handen opsteken? Oh ja, en, en nu de opdrachtgevers de handen opsteken. Ja, dat zijn er toch te weinig. Ik heb met alle macht nog geprobeerd om meer uh, uh, vragen in de zaal uh, te krijgen om ze hier uh, uh, te laten zien wat er allemaal al kan uh, in de bouw. Uh, even twee dingen vooraf. We hebben een hashtag, de voorsprong. Kunt u, uh, uh, ik weet niet wie er hier twitteren. Wie, 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 wie zijn hier? Want wij zitten met een zaal vol innovators. En die moeten natuurlijk twitteren. Nou, uh, uh, mijn twitternaam staat daar en de hashtag. Even een ander dingetje nog. Jullie hebben het net al gehoord. Ik stotter een beetje. En dat doe ik al vanaf mijn vierde. Dus daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Het kan hoogstens zijn dat deze presentatie... Een kwartiertje uit gaat, uh, gaat, uh, gaat lopen. En als je dat nog combineert met het feit dat mijn vader dominee is, nou dan maak je bos maar nat. Goed, uh, energiesprong. Ik gebruik eigenlijk om energiesprong uit te leggen één plaatje, dat is dit plaatje. Wij zijn bezig om, om ervoor te zorgen dat stoplichten op groen komen te staan. En, en heel veel innovatieprogramma's die de afgelopen jaren... Uh, 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 gedaan zijn, die zijn vaak gefocust op één stoplicht. En als de gedachte is dan: van als we één stoplicht op groen hebben, dan uh, gaat het wel lopen. Nou, dat is denk ik niet het geval. Dus wij zijn proberen om groene stromen te organiseren. Dat is eigenlijk alles wat ik wil zeggen over uh, energiesprong. Een van die groene stromen, een van die groene stoplichten is uh, het samenbrengen van vraag en aanbod. Daar ga ik zo wat over zeggen. Maar eerst wil ik even de aanleiding daarvoor uh, uh, duidelijk maken. Ik weet niet waar u zich uh, uh, druk over maakt de afgelopen dagen of de komende dagen. Het uh, zou kunnen zijn dat we naar het niveau van 2011 moeten. Of uh, 2001. Het economisch uh, niveau, dat was de tijd dat we nog in Berenvellen uh, rondliepen. Het zou kunnen zijn dat u zich al druk maakt over morgenavond. Want morgenavond. Dan hebben we weer de voice of Holland. Het okay. zou ook uh, uh, iets. Uh, er zijn heel veel mensen die zich daar ontzettend druk over maken. Ik denk dat we ons toch over andere dingen druk zouden moeten maken, want er gebeurt nogal wat uh, de komende tijd. En een van de dingen is dat het de aarde aan het opwarmen is. Dit is het bewijs dat het ook echt gaat uh, aan het uh, gebeuren is. We kunnen ook kijken naar uh, onze bestaande woningvoorraad. De bestaande woningvoorraad die uh, gaat er de komende jaren ook uh, iets mee uh, gebeuren. En als je kijkt naar uh, energie en je kijkt naar de mensen met de laagste inkomens die in de slechtste woningen wonen, in 2020 hebben die ook de grootste problemen om de combinatie van huur en energie nog te betalen. Be en dit plaatje dat zou een eye-opener moeten zijn voor iedere opdrachtgever om iets te gaan doen met hun woningvoorraad. Vooral als je uh, bedenkt dat de gemiddelde inwoner van Nederland de komende 15 jaar 61.000 euro gaat uitgeven aan energie. En volgens mij zitten hier uh, bouwers in de zaal die heel veel kunnen voor 61.000 euro. En als je kijkt naar uh, uh, de concurrent van de gemiddelde bouwer, dan is dat volgens mij uh, niet de aannemer op de, op de hoek of van de gemiddelde uh, 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 installateur, maar volgens mij. Zouden jullie moeten kijken van, zijn wij niet de concurrent van het energiebedrijf? Kunnen wij niet die 100 euro energiebesparing omzetten naar een product? En dat product dat kan volgens mij zijn betaalbaar en comfortabel wonen. Of misschien wel eerst comfortabel en daarna betaalbaar. Dat is volgens mij de koers die we uh, uh, met de bouwsector zouden moeten gaan varen. We zitten ook in een crisis, een goede Crisis is ook een omslagpunt, is een, een moment dat je uh, 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 een nieuwe weg kunt inslaan en dat zouden we denk ik ook uh, moeten doen. Als je naar 2020 kijkt, dan zou het mogelijk moeten zijn dat slimme coalities in staat zijn om energie neutraal te renoveren. En dat woningcoöperaties ook hun woningen energie neutraal renoveren en op dat moment. Ook aan, de, aan, aan hun klanten een inflatievolgend woon, uh, uh, inflatievolgende woonkosten in rekening brengt. Dat zou volgens mij een prachtige ambitie zijn voor 2020. En de enige die daar de, de, de partij die daar de grootste rol in gaat spelen, dat is de complete bouwsector. Innovatie, dat is eigenlijk waar ik het uh, uh, over heb. In, uh, uh, innovatie is mijn ding. De bouwsector is een. Rare sector in de, in de uh, bouwsector, daar wordt alles groter. Iedere andere sector wordt alles kleiner, beter, effectiever, mooier, uh, gebruiksvriendelijker. In de bouw niet. In de bouw wordt alles uh, groter en zwaarder en ingewikkelder. Uh, dit is het plaatje van Jos Lichtenberg, gaat over, over uh, slim bouwen. Afgelopen jaren, door al die stapeling van maatregelen, zitten we op een gemiddelde van 1500 kilogram per vierkante vierkante meter. Een caravan kunnen we maken voor uh, 80. De T doet het vandaag niet zo heel goed. Ik, ik heb wel heel veel T's in mijn presentatie zitten, dus uh, dat kan nog wat worden. Uh, en uh, Jos die heeft uh, uitgerekend dat je het ook met 600 kilogram makkelijk moet kunnen doen. 600 kilogram per vierkante meter. Dat is een derde van uh, uh, waar we het nu mee. Doen. Dus we kunnen ook daar al heel veel doen. Nou, als je kijkt naar uh, innovatie, ik onderscheid even drie soorten innovatie. Pr procesinnovatie, technologische innovatie, marktinnovatie. En de bouwsector klopt zich nogal op de borst dat ze nu vooral bezig zijn met procesinnovatie. Uh, het zou misschien zo uh, kunnen zijn, maar ik zie dat we vooral bezig zijn met het optimaliseren van het bestaande. En niet met vernieuwing. We roepen ook dat uh, het eigenlijk niet over technologie mo uh, uh, zou moeten gaan. Want technologisch kan heel veel. Ik zal daar straks ook nog wat over uh, zeggen. En als laatste, marktinnovatie komt in mijn presentatie ook nog terug. Blijkt nu ook wel dat we daar nog heel wat te leren hebben. Als je even naar deze drie uh, mannen kijkt. Die de daar uh, denken we altijd van dat dat grote uh, innovators zijn. En dat zijn het... Volgens mij niet. Wat zij gedaan hebben is van bestaande technologieën, bestaande uh, uh, dingen die al bestonden, slimme combinaties maken. Henry Ford, Steve Jobs en Walt Disney. Dat is wat zij volgens mij gedaan hebben. En dat is wat we in de bouwsector veel meer zouden moeten doen. Maar dat lukt niet, want uh, we zitten in een spel van win-lose en lose-win. We hebben veel uh, uh, wantrouwen in de sector, uh, wantrouwen tussen aannemers, en onderaannemers en uh, leveranciers. We hebben uh, de taal, die spreken we ab, uh, uh, absoluut niet met elkaar. Daarnaast is het ook zo dat opdrachtgevers in deze sector hun eigen specificatie moeten maken van het product wat ze willen. Dat is ook een waanzinnig iets. Je moet zelf op gaan schrijven wat jij gemaakt wil. Uh, hebben en ver, vervolgens gaat een aannemer voor jou aan het rekenen en gaat daar productiecapaciteit uh, tegenaan zetten. Ik had gisteren een, een, een interview met de co-bouw samen met Jan Rotmans en Jan uh, Rotmans die vertelde dat hij zijn, zijn uh, eigen woning aan het energie neutraal maken was en uh, hij zegt ja nou dan komt er I uh, iemand met zes folders over warmtepompen en zes folders uh, over zonnecollectoren... ...vervolgens vraagt te aannemen hoe dik ik mijn schil geïsoleerd ge wil uh, hebben... ...hoeveel soorten glas uh, uh, of welke soorten glas ik in mijn kozijnen wil... ...en het interesseert me allemaal niks. Ik wil alleen maar een energie-neutrale woning. En ik wil daar comfortabel in wonen. Dat is wat klanten vragen. En dat krijgen we dus niet voor elkaar als we... Uh, denken in het optimaliseren van bestaande processen. Daar moeten we dus echt radicale vernieuwing voor uh, bewerkstelligen. Uh, het gaat dus niet om ketens, wat mij betreft, het gaat om netwerken. En netwerken die intelligent met elkaar producten gaan bedenken. Sleutelspelers in dat, nerf, uh, dat netwerk die schuiven naar voren en die uh, vormen samen slimme coalities. En uiteraard ga je als slimme coalitie, Lean, werken, ga je gedurende het productieproces pr pr heel goed kijken hoe Toyota dat gedaan heeft. Je gebruikt Supply Chain, je gebruikt BIM. Het is allemaal uh, uh, logisch dat je dat als creatieve coalitie samen doet. De aannemer is dus exit, wat mij betreft. En waar het uh, uh, om gaat is coalities vormen en samen slimme oplossingen bedenken. Het oude denken uh, rondom maken en techniek verlaten. Ook niet gaan denken in bouwteams die, die, die net even iets meer t, uh, toevoegen aan een team, maar vaak ook niet. Het is een, 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 ik, ik had vroeger een, een, een collega, een projectleider, en die zei, nou in een bouwteam, dan ben ik ook nog uh, 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 aan het onderhandelen, maar dan vindt het spel over meer en minder werk gewoon plaats. Voordat de handtekening gezet wordt, werkt ook niet goed. Dus, wat, 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 wat zouden we graag wil, uh, willen zien? Dat creatieve coalities gaan nadenken over de effecten die een eigenaar zou willen bereiken met zijn gebouw. Over de totale levensduur van het gebouw of uh, uh, de woning. Dus vanaf het ontwikkelen tot en met het, het afdanken. En jullie zien dan op, op, op dit plaatje dat daar ook andere. Competenties bij komen kijken, dan dat we tot nog toe gewend zijn in de bouw. Uh, en eindelijk is er ook plek voor een bedrijfskundige als ik. Waar het dan om gaat, uh, integraal denken, integraal. Bouwen. Uh, uh, eigenlijk is het zo dat hoe duurzamer een gebouw wordt, hoe integraler je erover moet nadenken, hoe meer het gebouw een, een systeem is. Dus als we het hebben over technologische innovaties, dan hebben we het op zich niet over die allernieuwste warmtepomp, hebben we het niet over dat allernieuwste isolatiemateriaal. Maar hebben we het weer over de slimme verbindingen daartussen. En als je dat gaat doen, dan kunnen de prijzen. Aanzienlijk lager worden, hè? want we gaan stapelkosten uitsparen. We gaan sowieso al transactiekosten uitsparen. Want de opdrachtgever hoeft niet allemaal mensen in te huren die stapels transactiedocumenten aan het uh, produceren zijn. die we vervolgens over de schutting flikkeren. Nee, de coalities komen met een integraal aanbod. En wij zien in de pra praktijk gewoon dat dat aanzienlijk scheelt in de kosten. Dus het is nu al mogelijk. Er zitten concepten hier die. Het, het voor elkaar krijgen om een energieneutrale woning te bouwen voor dezelfde prijs als een EPC 0,6 woning. Er zitten uh, 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 ook uh, concepten bij die passief huis kunnen uh, uh, renoveren voor redelijke prijzen. Nou, als we het dan over een concept hebben, dan, dan hebben we het niet over een product. Ook erg verwarrend vaak. Het gaat niet over catalogus woning, het gaat niet over producten, het gaat over Concepten die je op de plank hebt liggen en die je kunt modificeren aan de hand van een specifieke opgave en vraag van een klant. En dat is nodig ook. Dit is een, een, een plaatje van hoe de woning er in 1960 uitgaaf, uh, uitzag. En, en in die woningen wonen we nog steeds en die staan er in 1950 ook nog. Dit is uh, 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 hoe onze woning er nu uitziet, wat er allemaal gebruikt wordt in die woning. En je kunt je voorstellen dat we hiervoor andere dingen moeten bedenken dan dat we in 1960 bedachten. Concepten. Dit is er een voorbeeldje van. We willen snel, we willen niet van 1.0 naar 1.1, we willen van 1.0 naar 2.0 en heel snel doorschakelen naar innovaties 3.0. Om die grote verduurzamingsopgave, Jan Rotman zal daar vanmiddag nog wat over zeggen, de Greenhouse Deal, 2030 moeten we Nederland, de gebouwde omgeving, energie uh, uh, neutraal kunnen krijgen. Als we dat voor elkaar krijgen, dan betekent dat echt een enorme uh, uh, impuls ook voor de bouwsector. Als je nou naar die bestaande woningvoorraad kijkt: 5 miljoen woningen na de oorlog gebouwd, veel volgens uh, steenbouw. Er is zelfs een map beschikbaar bij uh, SBR. Ik weet niet, uh, Evie zou die map meenemen. Ik, ik zie Evi. Oh, Evie Evi heeft, heeft, heeft een map, moet u straks even naar Evie toe. Lopen, dat is zo'n map. Daar staan alle uh, uh, woningtypologieën in die in 1960 en 1970 gebouwd zijn. En uh, die kun je nu al beschouwen als, als, een, uh, als een platform. Een uh, uh, platform waar ook, uh, 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 wat ook gebruikelijk is in de auto-industrie, één platform rij je vijf automerken op. Kijk eens op die manier naar die bestaande voorraad. In die map staan ze allemaal in. Details, uh, uh, doorsneden. Uh, zelfs de plekken waar ze gebouwd zijn. En daar kun je nu al intelligent over nadenken. Daar kun je nu al concepten voor bedenken. Dit is een voorbeeld van zo'n, wat mij betreft, vrij revolutionair uh, concept. Deze is niet door de screening gekomen van de experts. Het had niet zozeer met het technisch concept te maken, maar meer met de andere dingen die we gevraagd hebben. Maar dit is een, een mooi voorbeeld van omdenken. Dit is een voorbeeld van een concept waarbij. Uh, het water niet wat opgepompt wordt uit de grond niet in, uh, naar een warmtepomp gaat, maar gewoon door de muren stroomt van het gebouw. Altijd 14 graden en er is nog wel een hele beperkte uh, opwarming nodig om die uh, woning comfortabel te krijgen. Werkt nog niet, moet nog getest worden, et cetera. Alleen ik vind het mooi dat mensen niet blijven hangen in de dogma's van de, tri de trias energetica of uh, 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 in het passief huisbouwen. Nou, ook WNR-renovatie uh, van de BAM zat niet bij de uh, concepten. Ik noem hem toch altijd graag even in mijn presentaties. En niet zozeer omdat ik aandelen heb van de BAM of zo. Of omdat uh, meneer Nelissen toevallig voorzitter is. Maar uh, uh, ik wil deze eigenlijk ook wel noemen. Omdat als ik een, bij een woningcoöperatie ben en ik heb een pro probleem. Dan heeft de BAM dat meestal al uh, 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 opgelost. En dan bel ik even met Sjoerd Klein uh, En dan uh, heb ik een uur later de begroting. Het projectplan, alles heb ik in huis en die mag ik, die mag ik allemaal naar u toe sturen. En daar mag u gewoon weer uw eigen ding uh, uh, mee doen. Dat is volgens mij een goed voorbeeld van een partij die niet hecht aan kennis. Die gewoon die kennis wil weggeven en u wil helpen een stap verder te zetten. Het gaat ook niet alleen om die technologie. Het gaat ook om het proces die, uh, uh, wat u moet vormgeven... Uh, uh, tijdens het bouwproces. Er zitten mensen in die woningen. We willen zo min mogelijk overlast voor die uh, mensen. We zouden eigenlijk het liefst in bewoonde staat willen re uh, renoveren. Vijf dagen lang overlast en na vijf dagen is het klaar. Het kan gewoon. Het, is, uh, 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 het wordt al, al heel veel gedaan. Het gaat ook niet over dat je nou per se één op één met een coalitie aan de, de slag moet. De, uh, prijsvraag, waar, waar uh, Frans net even aan refereerde. Zit ik trouwens al in mijn blessure-tijd, Frans? Of, uh, ja. Ja, 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 omdat ik stotter heb ik altijd uh, blessure Dat dwing ik altijd af bij uh, de dagvoorzitters. Uh, het gaat dus ook niet echt om één-op-één uh, 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 een -een relaties. Er kan best een, 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 uh, een, een Marktwerking en marktwerking zorgt juist voor innovatie. Er is net uh, een, een uh, onderzoek geweest van een Amerikaan, die uh, Florida Kennedy, of Kennedy, nou, ik ben even zijn naam kwijt. Nee, hij heet Florida, volgens mij, de beste man. En die heeft uh, onderzocht dat uh, competitie het meeste bijdraagt aan innovatie. Uh, omdat marktinnovatie, dat is eigenlijk wat wij het minst uh, terugzagen in de concepten die straks op die markt te zien zijn. Voor wie ga ik bouwen, wat ga ik bouwen, wat, uh, hoe zit mijn productportfolio in, uh, in elkaar, wat voor service ga ik aan, uh, uh, aanbieden, wat voor dienst. Daar is allemaal nog niet goed over nagedacht. Het is nog erg vanuit de technologie gedacht. Er zijn zelfs uh, uh, coalities die een, 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 een concept bedacht hebben en dat als een soort franchise willen gaan wegzetten en dan uh, denken dat ze dat bij aannemers moeten gaan doen. Traditionele aannemers. Maar nou, dat gaat dus gewoon niet uh, werken, want die aannemer die hadden we net uh, geëxit. Dus denk na over wat je wilt gaan uh, maken. En denk niet over gisteren na, denk ook niet over vandaag na, denk na over morgen. Een klant vragen wat hij wil gaat over gisteren en over vandaag en gaat niet over morgen. Dus je moet zelf volgens mij nadenken over die vraag van morgen. En uiteraard wel met de focus dat een klant het uiteindelijk moet gaan, uh, gaan bewonen en gaan. Kopen. Maar het is wel nodig dat je de ongebande paden betreedt. Die leveren de mooiste vergezichten en we zitten echt te wachten op de game changes. En volgens mij hebben we de game changes hier wel in de zaal uh, zitten. De, de partijen die de, spel, het, het, de regels van het spel veranderen. Dat is wat we bij Energiesprong zoeken. En doe dat vooral samen. Daar wil ik het graag weer laten.